Ik wou dat ik nooit was begonnen met pensioensparen. En de reden is eenvoudig, maar de meeste mensen die weten het gewoon weg niet. Laat ons zeggen dat je nu 20 bent en geïnvesteerd 990 euro per jaar in je pensioenspaarplan. Dan heb je rond je 65 ongeveer 173.000 euro. Maar hier zit het probleem. Door de hoge kosten, de lage rendementen en de eindbelasting dat je op je 60ste betaalt, loop je eigenlijk een pak rendement mis. Dus als je nu 20 bent, ga dan niet voor pensioen sparen, maar kies voor slimme beleggingen, zoals bijvoorbeeld passief beleggen in ETF's of indexfonds. Je stort daar ook gewoon 990 euro per jaar in, maar omdat de kosten lager zijn en het rendement hoger, bouw je een pak meer vermogen op. Zo heb je op je 65 ongeveer 440.000 euro in plaats van 173.000. En dat is een gigantisch verschil. En ja, I know, er is nog belastingsvoordeel, maar dat weegt echt niet op tegen de hogere kosten. Hoe dat je zelf aanpakt om van start te gaan met beleggen, toon ik in mijn gratis online masterclass Starten met Beleggen. De link naar de masterclass staat bij deze video of in mijn profiel.